Welkom iedereen in de zorgkamer van de toekomst. Zoals u kan zien, is deze uitgerust met allerlei sensoren. Zoals hier hebben we een lichtsensor en een geluidsensor. En bij onze patiënt in bed ligt er ook een bewegingssensor. Daarnaast is deze kamer ook uitgerust met allerlei toestellen, zoals bijvoorbeeld een tv, de lichten. Maar ook de screens kunnen naar beneden komen. Wat we eigenlijk willen doen is deze kamer automatisch aanpassen aan de wensen en de noden van onze patiënt. En hoe gaan we dat doen? Door eigenlijk te gaan van data naar kennis over deze kamer. Wat is data? Dat is iets als K14000. Dat is ruwe data. Niemand begrijpt wat dat wil zeggen. Ook een computer begrijpt dat niet. Daarom willen we een stapje verder gaan naar informatie, waarbij de relaties tussen data duidelijk worden gemaakt door antwoorden te geven op vragen zoals waar, wat, wie en wanneer. En dan komen we iets uit als de lichtsensor of kamer met ID K1, die een patiënt geeft met ID P1, die heeft momenteel een hersenschudding en meet een lichtintensiteit van 4000 lumen. Daarnaast kunnen we nog een stap verder gaan door de patronen onderliggend aan deze informatie duidelijk te maken. Door de vraag goed te beantwoorden. In dit geval is het, het feit dat een patiënt met een hersenschudding gevoelig is voor licht en voor geluid. En dat we de kamer hieraan dus automatisch willen aanpassen. Maar dat zal dat ik even demonstreren door mijn collega. Het is dus zo: wanneer de verpleegkundige binnenkomt in de kamer, wordt zijn of haar aanwezigheid automatisch dicteerd door gebruik te maken van een smart wearable. Ook wordt het profiel van de patiënt die aanwezig is in de kamer automatisch getoond op de tablet. Nu, we hebben een nieuwe diagnose gesteld voor onze patiënt en daaruit blijkt dat hij een hersenschudding heeft. Wanneer ik het profiel van onze patiënt aanpas, zien we dat de kamer automatisch reageert. De rolluiken gaan naar beneden, de lichten gaan uit en de televisie is uit te gaan, net omdat de patiënt gevoelig is aan licht en geluid. Het licht onder het bed is nog aan omdat ik als verpleegkundige aanwezig ben. Ook wordt er een waarschuwing getoond op de monitor die aanduidt dat onze patiënt, Patiënt een hersenschudding heeft en dat de kamer dus zou moeten verduisterd en uh, stil zou moeten zijn. Wanneer we het licht toch aanleggen, uh, wordt het automatisch detecteerd uh, door het systeem en wordt er een waarschuwing getoond van oké, okay, er is te veel licht in de kamer. Uh, en indien er geen verpleegkunde aanwezig is, kan er automatisch iemand opgeroepen worden om te kijken wat er gaande is met onze patiënt. Wanneer onze verpleegkundige de kamer verlaat, zien we ook dat het onderbedlicht automatisch uitgaat. We hebben dat nu eigenlijk allemaal gerealiseerd. We hebben eigenlijk een kennismodel gemaakt die alle informatie over deze kamer samenvat. We hebben we eerst alle systemen gemodelleerd, bijvoorbeeld de lichten. En die beïnvloeden natuurlijk een bepaalde parameter, namelijk de lichtintensiteit. Daarnaast hebben we ook al onze sensoren gemodelleerd, bijvoorbeeld onze lichtsensor. En die meet een bepaalde parameter, namelijk de lichtintensiteit. En toen het licht aanstond, mat hij 4000 lumen. We modelleren natuurlijk ook onze patiënt, die een hersenschudding heeft. En finaal is het zeer belangrijk om alle achtergrondkennis te gaan modelleren. Namelijk dat iemand met een hersenschudding gevoelig is voor licht en voor geluid. We kunnen het dan natuurlijk gaan terugkoppelen naar alle parameters die we opmeten, zoals bijvoorbeeld lichtintensiteit, en zeggen dat die een bepaalde drempel niet mag overschrijden. In dit geval duizend lumen. Wat is het nu het leuk aan dergelijke modellen voor computers? Zij kunnen er eigenlijk zelf over gaan nadenken, over al deze relaties... En zelf gaan afleiden dat deze kamer automatisch moet aangepast worden. Bijvoorbeeld dat het licht moet worden uitgedaan. Kan hij automatisch gaan vinden. Um, wat hij dan ook heel makkelijk kan doen, is het uh, nieuwe lichten gaan toevoegen aan deze kamer. Je moet gewoon zeggen: van, Dit is een licht. En dan zal de kamer automatisch ook weten dat hij deze moet uitdoen als er een patiënt ligt met een hersenschutting. Daarnaast kunnen we ook natuurlijk deze modellen, wij kunnen die niet zelf maken en daarom zijn wij zeer dankbaar voor het home lab dat wij hier hebben, omdat wij dan allerlei domeinexperten uitnodigen zoals patiënten, dokters, verpleegkundigen om dergelijke modellen samen met ons te gaan maken en samen te gaan onderzoeken hoe een kamer zich moet aanpassen aan de noden en wensen van een patiënt. Finaal kunnen we ons model ook makkelijk gaan uitbreiden met nieuwe diagnoses, bijvoorbeeld fotosensitieve epilepsie. In dat geval is iemand ook uh, gevoelig voor licht en zal de kamer op dezelfde manier gaan reageren. Maar iemand met epilepsie krijgt ook aanvallen. Maar dat zal ik ook weer laten demonstreren door mijn collega. We hebben dus een aantal nieuwe analyses gedaan en daaruit blijkt dat onze patiënt eigenlijk een fotosensitieve epilepsieaanval had. Dus de hersenschudding was eigenlijk een gevolg daarvan. Daardoor zal ik even het profiel van onze patiënt aanpassen en aanduiden dat hij zowel een epilepsie als een hersenschudding heeft. Op het eerste gezicht zien we niet veel veranderen, behalve dat onze patiënt een uh, epilepsieaanval krijgt en dat de sensoren in het bed dit opmeten. En we zien ook dat er automatisch een waarschuwing wordt getoond: van kijk, onze patiënt heeft een epilepsieaanval. Zodat, indien er niemand aanwezig is, automatisch iemand kan geroepen worden om te kijken wat er gaande is met onze patiënt.